Was Andreas Roze trots geweest op hoe Schiedam er nu bij staat? Ik denk het wel. Hij was altijd wel trots op Schiedam. Hoe het er op elk moment voor stond. Want het was, ja, in hart en nieren was het iemand die zich gaf voor de gemeente, voor Schiedam. Het is op 4 december 5 jaar geleden dat Schiedams raadslid en ondernemer Andreas Roze overleed op 57-jarige leeftijd. Roze zat sinds 2010 tot zijn dood in 2019 in de Schiedamse gemeenteraad. Andreas Roze heb ik leren kennen in november 2017. Omdat ik toen samen met Monique Rottevel ben toegetreden tot wat de nieuwe partij Lokaal Onafhankelijk Schiedam is geworden. En waar dus Andreas Roze op dat moment fractievoorzitter van was. Een van de stokpaardjes van Roze was volgens Meesters toch wel de Schiedamse Hoogstraat en het aanzicht ervan. En dat was toch min of meer ook een kindje van Andreas. Die heeft altijd zich druk gemaakt om die Hoogstraat, ook de kosten die ermee gepaard gingen. En uiteindelijk heeft hij ervoor gezorgd dat het eigenlijk min of meer nu is hersteld in de situatie zoals het nu is. Er werden panden opgeknapt en omgebouwd tot woningen die voor prijzen verkocht of verhuurd worden waar niemand een paar jaar geleden van had kunnen dromen. De moraal van dit verhaal is dat als je er maar in gelooft en er om de paar jaar een paar miljoen euro in stopt, dan wordt het wel wat. En Andreas heeft er steeds voor gepleit om te zeggen, laten we die stenen zoveel mogelijk hergebruiken. Want als we ze in feite, om het maar simpel te zeggen, gewoon omkeren, hebben we nog nieuwe stenen, want ze lagen er nog niet zo lang. En dat is eigenlijk ook gebeurd. Die stenen zijn allemaal hergebruikt. En hier en daar wat creativiteit toegepast bij het herleggen. Maar het ziet er natuurlijk keurig uit zo. Zeker ook met die geveltjes. Een ander belangrijk punt waar Roze zich hard voor maakte was de woningbouw. Hij vond dat er iets moest gebeuren met het terrein van de glasfabriek. Hij heeft zich altijd druk gemaakt om sociale woningbouw. Staat ook in ons verkiezingsprogramma. Om daar gewoon meer aandacht aan te besteden. Maar ja, goed, je kan het niet in je eentje. En er zijn meerdere partijen die weliswaar voor woningbouw zijn, maar weer via een andere constructie. En nu zijn we dus eindelijk zover dat er heel wat woningen gebouwd gaan worden de komende jaren. Is het een gemis voor Schiedam dat hij er niet meer is? Denk het wel. Het is sowieso, vind ik, altijd een gemis als iemand die in de raad bezig is voor Schiedam wegvalt. Om wat voor reden dan ook. Het kan ook ziekte zijn. Er zijn ook nu mensen in de raad die met ziekte te kampen hebben. Die vallen weg voor een kortere of een langere tijd. Andreas is voor altijd weggevallen. En dat gemis, dat zullen we altijd blijven voelen. Dat denk ik wel.